is ervan overtuigd dat ze over alles een mening hebben. En dat ze die open en eerlijk verkondigen. Nu, dat is waar. Er wordt heel veel geluld in de wereld, maar er wordt weinig echt gezegd. Want er zijn zo van die dingen waar wij het met elkaar niet over durven hebben. Waar wij het niet over kunnen hebben met elkaar, want je wordt erop aangekeken als je durft zeggen. Allee, één zo van die dingen waar wij het niet met elkaar over durven hebben, dat is borsthaar. Bij vrouwen. Allee. Wie van de dames hier in de zaal durft toegeven dat ze borsthaar heeft? Niemand, hè? Je wordt erop aangekeken. Want laatst stond ik met een geweldige en interessante man te praten over mijn borsthaar en hij maakte dat hij weg was. Nog zo'n ding. Slechte adem. Hoe zeg je op een fatsoenlijke manier tegen iemand dat zijn adem slecht ruikt? Je kunt dat niet, je wordt erop aangekeken. Als ik gezopen heb, is dat iets anders, dan durf ik dat wel, hè? Van, wow, man, ik heb er weer steenblokken in uw pakken zijn, wow, ja, dan durf ik dat wel. Maar anders niet, hè? Nee. Echt niet. Maar, dat is toch eigenlijk raar? Waarom kunnen wij dat niet zeggen? Ik vind dat dat moet veranderen. Ja, echt wel, maar, allee. We zijn nu toch onder ons, hè? Laten wij ermee beginnen. Eerst ik, dan jij. Ik ga het gewoon zeggen. Eén zo van die dingen, die ik niet kan uitstaan. Ja, echt wel, die ik niet kan uitstaan. Ik haat. Maar ik haat. Vrouwen met kinderen in de supermarkt, kan niet uitstaan. Dan staat daar zo'n moegetergde, uitgebluste jonge vrouw met van dat uitgezakt haar, een doffe blik in haar ogen, platte schoenen en een bende kinderen rond haar. En dan krijg ik het. Laatst. Ik had nog maar net mijn, ik ben single, ik ben daar fier op, microgolfovenmenu voor één op de band gezet. Wat gebeurt er? Een boodschappenkarretje komt uit kassa en gesjeest. Baf, recht tegen mijn been aan en dat dossier. Dus ik draai mij om. Wat zie ik? Zo'n dik kind van 8 jaar, dat boodschappenkarretje als botsauto kan gebruiken. Tegen mijn bieren en dat dossier. Die moeder, die is er geveld om geen wegen te bekennen. Ah nee, die staat natuurlijk te zoeken achter de familieverpakking chips. Zodanig dat ze haar kinderen eens langer dan 1 minuut kan doen zwijgen. En als ze dan toch naar die kassa komt, wat zie ik, dat ze alweer zwanger is. Dan heb ik goesting om te roepen, hè. Daar is de rij met de condooms. Daar moeten zij. Maar nee, ik zeg niks. Ik ben een wc'er, bekende kledingmeer. Ik heb een reputatie om aan te denken, dus ik lach. Maar ja. Dat chipsmonsterke. Dat bleef dat boodschappenkarretje maar als potsauto kunnen gebruiken tegen mijn benen en dat dossier. Dus ik draai mijn eigen om. Ik kijk die kleine aan. En ik zeg daartegen. Stop daarmee. En ik voeg eraan toe. Ambetant mormel. Hoe? Dat was te veel gezegd. Dat had ik niet mogen zeggen. Ik weet nieuws tegen, maar ineens kijk heel de web tegen naar mij. Die moeder, die schiet mij in een Franse colère. De commentaar van alle kanten. Wie denkt hij wel van zijn zetstukje bc'er? Ja, de bc'ers zijn niet meer wat ze geweest zijn tegenwoordig. Iedereen kan bc'er worden tegenwoordig. Ja, ze ontzettend. Sindsdien, hè, ben ik voorstander van kinderen aan de leiband in de supermarkt. Of gesloten boodschappenkarretjes, zodanig dat die mormels zich niet op de grond kunnen laten vallen als ze hoesting niet krijgen of een vader of een moeder. En het beste zou zijn, bind ze vast aan de ingang van de MT bij de honden. En als je chance hebt, zet er een heel bende kinderen, kun je er een leuker kind uitzoeken, laat een briefje achter voor de bezorgde ouder, volgende week kom ik hier weer shoppen, tegen dan ruilen. Ja, la 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 la. Duurt dat niet nog lang? Allemaal! Ja, la 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 la.
supermarkt staat een madame met twee artikelen totdat haar een man plotseling opduikt met een volle kar mee eten. Duurt dat niet nog lang? Bovendien is er kortingsbonnetjes van alles en nog wat, maar sommige blijken niet van daar, maar van een andere winkel te eten. Duurt dat niet nog lang? Als ze het dan uiteindelijk over eens zijn en ze beslist om te betalen, zegt ze tegen haar man: oei, Hubert, we zijn het wc-papier nog vergeten. Duurt dat niet nog lang? En gevraagd aan de bloemetjes op Hubert hang. Duurt dat niet nog lang? Bij uw klantvriendelijke internetprovider en de nummer 433 en ze zitten aan nummer 7. Duurt dat niet nog lang? Gevraagd aan de madame naast u. Ah wel, madame? Vanaf wanneer zit jij hier al? Ja, maar kind, het grootste deel van mijn leven. Duurt dat niet nog lang? Als dat tegen zonsondergang aan u is, zegt de jongeman achter de helpdesk, die duidelijk naar huis wil. Ah wel, madame, ik zal u deze brochuurtje meegeven, dan moet u thuis maar eens lezen. Duurt dat niet nog lang? Je moest bij mij een tijd, wel, dat komt ervan. Duurt dat niet nog lang? Geweldig, 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 geweldig. Nena.